langste keer dat ik wakker ben geweest, toen begon ik op vrijdagochtend om 9 uur, stond ik op voor school. Mm. En toen tot dinsdagmiddag. Serieus? Ja, uiteindelijk na een gevecht tussen mij, mijn broer en mijn vader ben ik opgepakt. Welkom bij Club Trending, het programma waarin we iets uit het nieuws bespreken dat op dit moment trending gaat. Het is een designerdruk die met name in Oost-Nederland op dit moment erg populair is, 3MMC. We hebben er laatst al een video over gemaakt, maar nu gaan we er wat langer op in. Bij mij te gast is Melvin en hij is net afgekikt van 3MMC. Dit is Club Trending. Hoe erg ben jij verslaafd geweest? Mijn verslaving was zo erg dat ik in 2019 voor een half jaar lang dagelijks gebruikte. Oké. Okay. En hoe lang ben je toen verslaafd geweest? Dus van 5 mei tot met 31 augustus 2019. Ja. Hoe ben jij in aanraking gekomen met deze drug, 3MMC? De eerste keer dat ik in aanraking kwam met de drugs, dat was op een feestje. Hmm. Van een vriend die was 19 jaar geworden. En toen had ik samen met een vriend een discussie over wat beter was, iPhone of Samsung. En toen zei iemand ineens van, hey, hij praat heel veel, geef hem eens een sleutelpuntje 3M. Dus kijken hoe snel hij dan gaat praten. Ja. En dat is hoe ik dat in eerste instantie... die ja, dat toen moest nemen? Ja, dat is hoe ik voor het eerst in aanraking kwam met de drugs. Hoe oud was je toen? 17. 17 jaar. Dus. Ben je nu clean? Ja, ja en nee. Tot nu toe, ik wil clean blijven. Dat is wel mijn doelstelling. Wanneer heb je het voor het laatst gebruikt? Laatste keer, 31 december. Oh, maar dat is 2 weken geleden. Dat klopt. Het is de bedoeling dat ik nu clean blijf. Maar of het ook gaat lukken, dat is wel wat ik heel erg hoop. Dus. Hey, vertel even, kan je uitleggen wat 3MMC met je doet? Nou ja, allereerst een heel euforisch gevoel, wat ook wel bekend is van MDMA en cocaïne. Ja. Daarnaast meer waardering voor muziek. Je hebt zin om in veel sociaal contact, je gaat veel praten. Je hebt zin om bepaalde dingen te gaan doen ineens. Bijvoorbeeld, je gaat ineens het huis opruimen of je eigen kamer. Oké. Okay. Nou, dat. Hoe kan het dat we nu pas in de media en zo veel hierover horen, terwijl het misschien volgens mij al jaren speelt, met name in Oost-Nederland? Dat is een hele goede vraag waarop ik zelf denk ik ook niet echt een antwoord heb. Nee. Ik denk dat het misschien ermee te maken heeft dat het gewoon legaal is. En ja, dat zou kunnen. Ja. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Daar gaan we het zo over hebben. Nog eventjes gewoon om het praktische, omdat weinig mensen het kennen. Je snuift het, hè? Dat klopt, ja. De meeste mensen snuiven het, maar het is in principe ook gewoon inneembaar door te slikken. Dat kan ook. Dat kan ook. En dat wordt al vaak gedaan door middel van longvloeien, wat ook wel bekend is van wiet en hash. Nou ja, daarin slop je een kristal en dan slik je het. Maar daarbij is wel een hogere dosering nodig om tot hetzelfde effect te komen als bij. En wat deed jij met name tijdens die verslaving? Snuiven? Snuiven, ja. Hoeveel gebruikte je? Kan je daar iets over zeggen? Toen de tijd dat ik begon, toen bleef het ongeveer bij een gram in soms 2-3 dagen. Maar toen later werd dat wel steeds heftiger en toen ging er makkelijk een gram in een nacht doorheen. En als je dan een keer 2-3 gram in het weekend op één dag gebruikte, was dat niet raar. Dat klinkt mij heel veel in de oren. Ja, dat was het ook. Ja. Want je bouwt natuurlijk een tolerantie ervoor op. Dat is het. Precies, je moet steeds meer natuurlijk. Ja. Hey, je zei het net zelf al, het is legaal. Hoe makkelijk kom je aan 3MMC? Nou ja, ik kom dus zelf uit Zwolle. Daar is het gewoon bij de smartshop verkrijgbaar en ja, er zijn genoeg dealers te vinden. Ja. Zwolle en omstreken. Dus. Jij vertelde mij zelfs voor de uitzending van Jeroen, er zijn dealers in Zwolle die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Want als jij je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, ook jij en ik, kan je het gewoon verkopen. Ja, dat klopt. Dat is, stel je voor, ik loop naar de Kamer van Koophandel toe, schrijf mij in als winkel. Val ik onder de warenwet en dan mag ik het legaal verkopen. Ja. Ik vind het zelf heel bizar dat het kan. Maar... Ja, en wat is de prijs? Normale prijs in Zwolle betaal je bij Smartshop 15 euro voor een half gram. En als je wat beter zoekt, dus zeg maar buiten Smartshop om, dan 20 euro voor een gram. Ja. Dus. We gaan even kijken naar een filmpje waarin je een arts ziet praten over wat de verslaving met je doet. Wat ik meemaak is dat jongeren psychotisch worden. Vaak als het is uitgewerkt heel depressief kunnen worden. Ook echt zelfmoord soms willen plegen. We maken ook mee dat jongeren ook zelf zeggen dat ze nachtenlang niet slapen. Ja, over de verslavende factor gesproken. Je bent ook behoorlijk verslaafd geweest. Wat merkte jij allemaal?
als je gewend bent om aan de drugs te zitten en je bent weer nuchter. Nou, allereerst, je wordt extreem geïrriteerd. Om dingen waarvan je normaal nooit iets zou zeggen, word je ineens geïrriteerd. Je bent agressiever. En ja, depressie, dat is ook herkenbaar. Dat heb ik zelf ook heel erg gehad. Het is erger dan dat het daarvoor bijvoorbeeld eventueel zou kunnen zijn geweest. Juist, juist. En, ja. En echt tijdens de verslaving, dus op het dieptepunt. Als we het hebben over bijvoorbeeld slaap, kan je daar wat over vertellen? Over slaap? Slaap, het is gewoon niet mogelijk. Ja, mij lukte toen de tijd wel, maar dat kwam, dan was je zo lang wakker dat je op een gegeven moment wel kon slapen, omdat je lichaam gewoon niet meer verder kon, zeg maar. Hoe lang ben jij wel eens wakker geweest? Langste keer dat ik wakker ben geweest, toen begon ik op vrijdagochtend om 9:00 stond ik op voor school. En toen tot dinsdagmiddag. Serieus? Ja, en die dinsdagmiddag toen... Dus dan, dan vrijdag tot en met dinsdag slaap je niet? Ja, geen oog dicht gedaan, geen seconde. En dan hebben we het over 4 nachten? Ja, klopt. Ja. Oké. Waarom gebruik je eigenlijk op vrijdagochtend? Dat is ook best wel heftig. Of? Ja, dat was in het hoogtepunt van mijn verslaving toenertijd. Ja. En wij liepen, ik samen met een vriend van school, van wie, hoe het oorspronkelijk allemaal begon. Die zei van ja, we kunnen nu ook wel. En we hadden daar geen probleem mee, want we waren natuurlijk verslaafd aan de drugs. Dus ja. Wat heftig, man. Ja. Wat doe je dan 's nachts? Want dan heb je ineens 24 uur in een dag. Ja, dat klopt. S'nachts, het is eigenlijk gewoon een beetje vergelijkbaar met dat als je gewoon bijvoorbeeld gaat zuipen met vrienden. Je doet echt gewoon de meest onnuttige dingen of dan zit je elkaar aan te kijken van... Maar je bent dan in je eentje toch ook die paar dagen? Dan zit je elkaar ook gewoon aan te kijken van wat zijn we eigenlijk aan het doen? Waar zijn we mee bezig? Ja. Of dan ineens, wat ik me nog wel heel goed herinner, ik samen met een vriend ging ineens een kast in elkaar bouwen vanuit hout. Oh ja, oké. Ja, heel raar, maar... Ben je niet na zo 4 nachten zonder slaap een wandelend lijken dan? Ja, je kan het heel goed zien aan iemand. Als iemand 307 gebruikt, tenminste bij mij, je huid wordt er heel veel slechter van. Daarnaast, ja, je loopt erbij alsof je echt nachtenlang niet hebt geslapen, wat dus ook daadwerkelijk zo is. En ja. Je ziet het gewoon, je ziet het meteen. Ja, ja. Hey, ik zei het al eerder, ik vind het heel stoer dat je er bent. Toch wel even de vraag ook van waarom ben je hier en waarom ben je hier dan zo open over? Kan je dat uitleggen? De reden waarom ik hier ben is, ik wil andere mensen ervoor behoeden. Ja. Het heeft een heel groot deel van mijn leven verpest. Dus ik wil er bij anderen kunnen voorkomen. Ja, want eventjes, dat is misschien boeiend voor de kijker om te weten. We hadden eigenlijk 2 gasten uitgenodigd, maar de andere gast, nou, die is op het laatste moment afgehaakt, omdat ze toch, snap ik ook hoor, zoiets had van joh, ik wil er niet over praten en ik ben bang voor wat mensen ervan vinden, maar jij hebt er eigenlijk scheid aan. Dat niet. Ik wil echt gewoon dat ik andere mensen kan helpen. Dat is iets wat ik sowieso al ben. Ik ben heel altruïstisch ingesteld. Ja, supergoed van je. En ik wil gewoon niet dat anderen mee hoeven te maken wat ik heb meegemaakt. Wat vond je het ergste aan de verslaving? Zou je iets op kunnen noemen? Vrienden die je kwijtraakt. Hele goede vrienden die je jarenlang al kent. Daarnaast ook dat ik uit huis ging. Dat is iets wat mij heel veel heeft gedaan. Kan je daar wat over vertellen? Zoals ik zei, je wordt dus sneller geïrriteerd, agressief. Ik kreeg vanuit huis, werd toen via school ambulante hulpverlening ingeschakeld voor mijn problematiek. En dat werd toen destijds steeds erger. En toen uiteindelijk na een gevecht tussen mij en mijn broer en mijn vader ben ik opgepakt en kwam ik in een woongroep terecht in Wapenveld. Staatssecretaris Blokhuis die werkt aan een verbod van 3MMC. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik ben er voorstander van, maar daarnaast denk ik wel... Kan je uitleggen waarom? Ja, dat is eigenlijk wat ik eerder ook benoemde. Als in dat het misschien minder mensen kapot kan gaan, want het wordt minder makkelijk om de druk te verkrijgen. Maar ik denk ook dat het juist misschien averechts kan werken, zoals je wel met meer dingen ziet, zoals cocaïne of ecstasy, die dingen zijn ook verboden. Maar als iets illegaal is, maakt dat het juist ook weer aantrekkelijk om het te gaan doen. Dankjewel voor je komst, man. Nou, graag gedaan. Tik hem aan. Thanks voor je komst. Jongens, dit was de video. Laat even weten in de reacties wat je vindt van 3MMC. Heb je er wel eens over gehoord? Heb je het misschien gebruikt? Wat vind je van het verhaal van Melvin? Laat het eventjes weten. Dit was hem. En ik zie jullie snel bij een volgende video. Hoi.